Hoi, vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En zoals jullie zien heb ik weer een shoplog. Ik ben een tijdje terug naar Amsterdam geweest en daar heb ik best wel wat geshopt. Ik had echt weer nieuwe kleding nodig. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon echt even lekker een dagje naar Amsterdam. Ik ga gewoon leuke dingen voor mezelf kopen. En daarnaast heb ik ook nog wat random andere dingen door de tijd heen zeg maar gekocht. Die ga ik allemaal laten zien vandaag. Dus laten we gewoon snel beginnen. Ik begin als eerst met het shirtje die ik nu aan heb. Die heb ik bij River Island gekocht. Volgens mij zit mijn allereerste aankoop daar. Ik kom daar best wel vaak, alleen vind ik het er gewoon best wel duur. Maar nu viel het eigenlijk wel mee. Ze hadden best wel leuke dingen voor redelijke prijzen. En dus onder andere dit shirtje. Als jullie me al langer kennen, dan weten jullie dat ik gewoon helemaal gek ben van deze kleur. En ik vind vaak zo'n V-hals met eigenlijk zo'n band ook heel erg tof. Dus ja, dit was gewoon echt een perfect topje voor mij toen ik hem zag hangen. Hij was €35. Voor River Island vind ik dat op zich nog redelijk te doen. Toen ging ik verder naar Topshop. Daar kom ik eigenlijk ook nooit. Naar mijn idee was het daar ook altijd best wel duur. En nou moet ik ook wel zeggen dat ik toch wel veel dingen ben tegengekomen die toch wel redelijk prijzig waren. Maar ik kwam één ding tegen en hier zit eigenlijk een beetje een verhaal achter. Een tijdje terug heb ik een foto gepost op Instagram. Dat was deze. En hier heb ik een trui aan. En over deze trui kreeg ik zoveel comments van mensen die vroegen waar ik hem had gekocht. Die hem ook wilden hebben. Vonden dat de kleur me heel erg mooi stond. Ja, ik kreeg hele leuke positieve reacties. Maar helaas was die trui niet van mij. Hij is namelijk van mijn vriend. Deze chick is niet meer single en ready to mingle. Ik had die trui eigenlijk gewoon van hem uit de kast gepakt. Omdat ik hem eigenlijk zelf ook heel erg leuk vond. En toen ik de trui hier had, droeg ik hem eigenlijk best wel heel erg veel. Eigenlijk gewoon omdat ik hem heel erg leuk vond. Maar ja, hij was natuurlijk niet van mij. Dus ik heb hem ook weer terug moeten geven. Dus toen liepen we de Topshop in. En de Topshop in Amsterdam heeft beneden een topman, zoals het heet. Dat is eigenlijk de mannencollectie van Topshop. En echt zo toevallig liep ik gewoon precies tegen dezelfde trui aan. Nou, hij is niet precies hetzelfde, want die van mijn vriend is van een ander merk. Maar hij lijkt er zo sprekend op. Het was dus wel van de mannencollectie, maar ik heb gewoon een XXS genomen. En toen stond hij me eigenlijk gewoon prima. Dit is hoe hij eruit ziet. Het is echt gewoon een lekkere zuurstokroze kleur. En wat ik heel erg leuk vind aan deze trui zijn de gaten erin. En dan moet ik hier eerlijk zeggen dat deze gaten nu echt mega in zijn. Je ziet ze overal. En toen ik die trend zeg maar zag opkomen, vond ik het eigenlijk helemaal niks. Je hebt gewoon gaten in je trui of shirt zitten. Het lijkt dan echt een beetje alsof je een soort van beestjes in je kast hebt die gewoon je kleding aan het opeten zijn. Daar deed het mij in eerste instantie aan denken. Maar ik begin de trend al steeds meer te accepteren. En vooral in deze trui vond ik hem gewoon heel erg tof. Het is gewoon echt bijna precies dezelfde. Het is echt gewoon mega toevallig. Toen ik hem zag hangen dacht ik echt van wauw, jou ga ik meenemen. Dit is echt gewoon meant to be. En deze was €40. Daar ben ik echt mega blij mee. Oh ja, en trouwens, nog even over de Topshop gesproken. De service daar is echt top, want ik reken hem dus af. En toen vroegen ze om een studentenpas. En als je dus student bent, krijg je daar gewoon automatisch 10% korting. En ik kreeg gewoon deze tas erbij. Gewoon gratis. Gewoon een katoenen tas, waar ik dus mijn sweater in mee kreeg. En dat vind ik echt ontzettend een luxe, dat ik daar helemaal niet extra voor hoef te betalen of wat dan ook. Dat vond ik echt top. Ik had er nog nooit geshopt. Ha, dat vond ik top bij Topshop. Toen ging ik door naar de Zara en het was eigenlijk wel grappig, want ik liep eigenlijk best wel een tijdje in Amsterdam en ik kon gewoon geen leuke dingen vinden. Soms heb je dat gewoon. En ik baalde er heel erg van, want ik was speciaal naar Amsterdam gekomen om gewoon echt lekker te gaan shoppen. Dus op een gegeven moment gingen we de Zara in en je moet beseffen dat ik hier echt nog helemaal niks had gekocht. Want er waren echt al heel veel winkels in geweest. En ik zei eigenlijk al van ik slaag eigenlijk nooit bij de Zara. Ik loop er altijd wel in, maar ik ga er altijd weer met lege handen uit. Maar toen ik eenmaal binnen was, zag ik dat ze toch wel een hele leuke collectie hadden. Ik heb er best wel veel gepast. Heel veel was helaas niet bij maat of vond ik te duur of wat dan ook. Maar uiteindelijk heb ik daar toch wel twee leuke kledingstukken kunnen scoren. Als eerst deze broek. Het is een hele leuke blauwe witte gestreepte broek. En toen ik hem eerst zag hangen dacht ik van ik vind hem wel leuk. Ik weet alleen niet of het helemaal mijn ding is. Maar toen ik hem eenmaal aan had vond ik hem toch eigenlijk wel heel erg tof staan. Het zit gewoon heel erg lekker en heel erg mooi. En ik vind het gewoon een keer wat anders dan een simpele spijkerbroek of een zwarte broek. Ik heb niet echt een hele leuke eye-catching broek at the moment in mijn kast hangen. Dus daar vond ik deze heel erg leuk voor. Oh, ik weet de prijs niet meer. Ik ben de bonnetjes kwijtgeraakt. Maar ik geloof dat deze rond de €30 was. Zeg ik dat goed? Denk het wel. En toen heb ik er ook een hele leuke blouse gekocht. Nou heb ik die al aangehad. Dus hij is behoorlijk gekreukt en hij ziet er niet meer heel erg mooi uit. Ik heb een hele tijd terug ook zo'n overhemd gehad van de H&M. En die had ik toen eigenlijk gewoon een beetje gekocht omdat hij in de uitverkoop hing. Ik dacht van ik weet eigenlijk niet of ik hem echt ga dragen, maar ik vind hem wel leuk. En die heb ik toen eigenlijk onverwachts heel erg veel gedragen omdat ik hem toch wel heel erg leuk vond. Alleen, beetje stom van mezelf. Toen ik een tijdje terug mijn haar ging verven, toen ik mijn haar wit ging verven,
had ik dus die blouse aangedaan. Niet beseffend dat er natuurlijk best wel wat verf op je blouse kan komen. Dus op een gegeven moment was de achterkant allemaal met witte vlekken. Dus die heb ik uiteindelijk gewoon weggedaan, want ja, dat ziet er natuurlijk gewoon niet uit. En toen besefte ik eigenlijk dat ik best wel zo'n blouse miste in mijn kast. Omdat het ja, toch wel een ding is die ik best wel vaak aandoe. En het zit gewoon lekker en het staat gewoon heel erg leuk. Dus vandaar dat ik een nieuwe heb gekocht. En deze was ook rond de 30 euro. En als laatste bij de Zara. En dat is echt weer zo typisch. Dat zei bij de kassa. En dat is dan een rij. Dus moet je lang wachten. En dan doen ze altijd heel slim. Allemaal nog van die kleine hebben dingetjes bij de kassa. Want de Zara had namelijk allemaal verschillende parfums staan. En ja, als ik moet wachten, dan ga ik daar gewoon aan ruiken. En ik kwam één parfum tegen die ik toch wel heel erg lekker vond ruiken. Hij is ook maar €12,95. Nou, voor parfum vind ik dat niet duur. Ik heb hem nog niet gebruikt. Zelf nog niet opengemaakt. Dus qua kwaliteit kan ik natuurlijk nog niks zeggen. Ik verwacht er niet al te veel van voor die prijs. Wat me heel erg aantrok aan dit parfum is dat hij me heel erg deed denken aan Chanel 5. En nou is het ook wel een parfum die echt door mega veel merken wordt gekopieerd. Maar ik zocht eigenlijk nog een beetje echt zo'n lekker sterk parfum. Voor overdag vind ik dat nooit zo heel erg lekker. Ik ben vaak iemand die juist heel erg hoofdpijn krijgt als ik heel erg lang zulke sterke parfum draag. Maar bijvoorbeeld voor een avondje uit of zo mis ik nog wel echt zo'n lekkere sterke parfum. Dus vandaar dat ik hem heb gekocht. Oeh, dit is hoe hij eruit ziet. Echt fancy ook. Ja, ik ben echt mega slecht in geuren omschrijven. Maar hij ruikt gewoon lekker sterk. Lekker vrouwelijk parfum. Ik vind het gewoon een super lekkere geur. En voor erbij ja, vind ik het wel gewoon leuk om te hebben. Dus die heb ik ook bij de Zara gekocht. Dus uiteindelijk ben ik nog best wel goed geslaagd. Dan ben ik doorgegaan naar de Pull & Bear. Hadden ze niet echt heel veel dit keer. Normaal slaag ik altijd echt wel goed daar. Maar ja, dit keer kon ik gewoon niet echt hele leuke dingen vinden. Dus ik heb eigenlijk ook maar iets heel erg basics gekocht. Maar ik had het op zich wel nodig. En dat is deze grijze trui. Ik mis gewoon echt ontzettend grijze truien in mijn kast. Ik wil ze zo vaak aan dat ik echt gewoon op zoek ben naar een grijze trui. Maar dat ik het gewoon niet heb. Terwijl ik wel echt vaak leuke outfit ideeën erbij heb. Dus ik dacht, weet je, ik ga nu gewoon echt een keer een basic grijze trui kopen. Want ik weet gewoon dat ik dat gewoon heel erg veel ga dragen. Er staat op Sweet Witch. Ik weet niet, ik vind die teksten bij de Pull & Bear altijd een beetje dat ik denk, oké. Okay. Ik heb echt heel vaak dat ik er echt leuke top of trui zie. En dan staan er echt teksten op waarvan je denkt, huh? Dat je hem daardoor gewoon niet gaat kopen. Maar goed, het staat er in het heel klein op, dus whatever. Het is een beetje een crop trui. En hij was, hoe duur was jij? €20. En als laatste in Amsterdam ging ik door naar de Bershka. Het was echt een beetje stom van mezelf. Ik heb namelijk best wel veel Bershka tegoedbonnen. Die heb ik al best wel een tijdje. Die heb ik altijd standaard in mijn tas zitten. Eigenlijk gewoon puur omdat ik ze altijd vergeet uit te halen. En net nu ik naar Amsterdam ging, was ik ze vergeten mee te nemen. Echt mega typisch weer. Dus ik baalde enorm. Want ik dacht van, oh shit, Bershka volgens mij nu echt een mega leuke collectie. En dan heb ik die bonnen niet. En dan is het gewoon zo zonde. Maar om heel eerlijk te zijn, kon ik niet echt heel veel leuke dingen vinden daar. Ik ben naar twee verschillende Bershka's geweest. En ik heb uiteindelijk echt maar één ding gekocht. En dat is echt mega simpel. Gewoon een simpele witte trui. Eigenlijk ook weer wat ik gewoon echt behoefte had aan gewoon lekker basic. Gewoon geen trui met iets erop. Of teksten of logo's of weet ik veel. Het kaartje is er zo te zien vanaf. Maar ik geloof dat deze iets van €18 was. Bershka is nooit zo heel erg duur. Dus achteraf is het ook helemaal niet zo heel erg dat ik die bon al was vergeten. Want ja, ik was er toch niet geslaagd helaas. Dan heb ik een tijdje terug online een Calvin Klein setje besteld. En ik heb het altijd wel heel erg leuk gevonden. Alleen vond ik het best wel duur. En ik zat laatst gewoon echt in zo'n modus van girl, treat yourself. Je mag er best wel eentje kopen. Dus heb ik dat ook gedaan. Dit is hoe het eruit ziet. Ik heb een grijs setje gekocht. Dit is het topje. En daarbij zit eigenlijk gewoon een string. Heel erg simpel. Ik ben hier echt ontzettend blij mee. Eerst dacht ik echt van ja, het is gewoon heel erg duur. Want ik heb hier totaal €52 voor betaald. Daar zitten de verzendkosten dan zeg maar nog bij. Maar ja, het topje zit eigenlijk helemaal geen vulling in. Het is eigenlijk gewoon een heel simpel, easy topje. Dus ik dacht eigenlijk van ja, heb ik dat er wel voor over? Maar ik ben zo blij dat ik deze heb gekocht. Omdat hij gewoon echt mega lekker zit. Ik draag hem heel erg vaak. Of het buiten de deur is of thuis. Ik sport er ook heel erg veel mee. Nou moet ik wel zeggen dat ik zelf helemaal geen grote borsten heb. Dus als jij grote borsten hebt, weet ik natuurlijk niet hoe dit soort topjes bevallen. Want dan heb je natuurlijk wel meer ondersteuning nodig. Nou geeft deze band ook wel veel ondersteuning. Maar vooral voor de meiden die gewoon wat kleinere borsten hebben, zijn deze topjes echt helemaal prima. Ja, die heb ik gewoon gekocht online. I don't know, spontane actie. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. En als laatste, dit was ook echt weer, ja, een beetje typisch. Ik volgde laat yoga les. Heel af en toe ga ik naar een yoga studio waar ik yoga volg. En bij de yoga studio verkopen ze ook kleding, sportkleding. En ik heb altijd echt een soort zwak voor sportkleding. Ik vind het heerlijk om verschillende outfits te hebben en verschillende broeken. En ja, ik wil altijd toch, ook al is het een sportschool, wel een beetje fashionable erbij lopen. En ze verkochten daar dus ook hele leuke sportbroeken. En daar heb ik uiteindelijk deze gekocht. Het is een hele mooie paarse broek. Het is eigenlijk een beetje tribal print-achtig.
En het loopt van donker naar licht. En waar ik hem eigenlijk vooral voor heb gekocht is gewoon hoe die zit. Het voelt gewoon letterlijk als een tweede huid. Hij is zo flexibel en hij gaat zo lekker mee. En vooral als ik squats doe of dat soort dingen, wil ik gewoon niet dat een broek heel erg in de weg zit of heel erg strak zit. En deze rekt echt zo lekker mee. Dus ik ben zo onwijs blij dat ik deze heb gekocht, want ik sport er mega graag in. Hij was wel duur, hij was €65. En dit komt omdat het een broek is die gerecycled is. Ik weet ook niet precies hoe het zit, maar het is in ieder geval een merk die heel erg milieuvriendelijk is. En met bepaalde dingen, bepaalde materialen, maken ze dus deze broeken. Heel apart. Dus ja, daardoor betaalde ik wel iets meer voor. Maar absoluut geen spijt van. Want ik draag hem gewoon heel erg graag. Ook gewoon lekker thuis om in te chillen. Dus die heb ik ook nog gekocht. Deze spontane aankopen wel. Maar ja, achteraf toch wel heel erg blij mee. Soms zijn juist die spontane aankopen, ja, de dingen waar je uiteindelijk het meest blij mee bent, somehow. En dit is alles wat ik heb gekocht. Ik had als jullie iets leuk vonden om te zien. Ik vond het weer erg leuk om al mijn geshopte spulletjes aan jullie te laten zien. Ik ben ook erg blij met allemaal geshopte spulletjes. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!